Welkom bij een nieuwe aflevering van Amersfoort Update. Wij maken een kleine promo voor het schitterende festival Spoffin. Wij krijgen nu een voorproefje te zien van twee artiesten die nu gaan optreden met een eigen act. En dat zijn de groep. Your name and your group is... Sev's Feathers is my artist name. And I'm going to be performing with Nicola and Jude. A little sequence for you to show you what we are working on for Spoffin. Right. And the project is called In the City Still. In the City Still. And we are interested in merging the body with urban spaces. So we are exploring in a playful way and a poetic way the interactions between the body and urban spaces. Ida Bromberg, yes. Bedankt voor de uitnodiging. Heel erg leuk dat je twee groepjes hebt weten te strikken om een promotje te maken. Ja. Jij doet communicatie en PR voor Spoffin. Wat gaat hier gebeuren? Dit zijn twee groepen die hier een werkperiode hebben voor Spoffin. En ze zijn hier de voorstelling eigenlijk nu aan het maken. Die voorstelling gaat dan tijdens Spoffin in première. En ze zijn hier aan het oefenen, de stad aan het onderzoeken, kijken wat ze hier kunnen doen. Ja. Experiment? Ja. Nee hoor, dat hebben we sinds de tweede editie, Spoffin Lab. En dat staat voor werkperiode voor artiesten, voor jonge artiesten. Ja. Die hier dingen willen komen maken. Ja. Is leuk, man. Ja, ik vind het leuk om deze jongelui in de gang te zien. En ook dat ze een voorproefje willen laten zien van de... Ja. Speciaal voor jou. En waren ze voorbereid dat het hier zou gebeuren? Nee, ze zouden eigenlijk daar bij de vismarkt. Maar er was nu een terras, dus ze zijn nu even hierheen geschoven. En de ene groep die speelt sowieso door de hele stad heen. En de ander die staat achter het Mondriaanhuis. Okay. Ja. Nou, we laten wat zien. Laten we. Wie is dit? Dit is Dulce Duca. Hi. Dulce Duca. Here is not really my place where I'm going to perform in the Spoffin's Festival. Uh-huh. But the place is suitable. Yes, it's a street art. It's street. Street. Hi. Thank you. You're welcome. It's an exploration and it's experimental. And it's the research stage for the festival that we're going to be performing at. For Spoffin. So this is very exploratory at the moment. Yeah. Please be careful. Yes. I want to see you back next week on the Spoffin. I promise. We will all be there. Yeah. Nothing broken. No. Okay. No. Yeah. Good luck. Watch closely.
Yeah, so this is to show the city to people in a different way that they're used to seeing it. So we would like to bring attention to architectural feats and just unlock your imagination. The body is capable of a lot of things, and the space, urban spaces, is like a playground. So we want to, yeah, unlock imagination for people. Yeah, so we have already discussed a few spaces for the performance. Yeah. We're looking at the covered space there, the little covered area with benches. I think that's the oude vismarkt bedoeld. Yeah, with the benches. Yeah. Yes, it used to be a fish market. Yeah, there you go. So the fish market may be a place where we will be performing. This may be a place as well. The museum, so the Mondriaan Museum, just in front of the museum, there's a very lovely spot. Yeah. And then there's a street as well, but I can't remember the name. It's just off Langestraat. Langestraat. And the starting point is in Langestraat. Just further up. Lange straat verder op. Met de zeven huizen, bij waar nou, dat kruispuntje. En wordt er nog rekening gehouden met verkeer en zo, denk je? Jawel, daar hebben we verkeersregelaars en vrijwilligers. The traffic, I'm talking about the traffic. Oh, yeah. Sometimes it's dangerous. Yeah, we will factor that in and we will make sure that people are placed, the audience will be safe. And we know as performers that we will have to deal with the city. Because, you know, we are street performers, so, you know, we're gonna factor that in. Yeah. Zo optreden. Ze wilden het liefst hier even draaien, hier bij achter het Mondriaan Café. Mm-hmm. Want hier gaat ze ook optreden. Ja, klopt. Ja. En ze maakt is vrij bewegelijk, dus ze gaat van daar naar hier. En, Dat gaan we nu meemaken. Ja, gaan we zien. De act met de skaters, ja, daar kun je nog voor aanmelden, had ik begrepen. Ja, ze betrekt skateboarders uit Amersfoort bij de act. Ze heeft er al een aantal, maar als de mensen zeggen van nou, vinden we ook leuk, dan kunnen ze zich nog aanmelden. To look at the site of Spoffin. Yes, the Spoffin site or at Dulce Doc Duca also, in Facebook, on Instagram. And the information will pass right here below. Yes. Below. I will give you the information to you so you can put it here. You can give me the information, Ida. Everything. I can give you everything. Ida Bromberg, we hebben net die schitterende lenige lijven zien optreden hier op die mooie locatie daar. Dit is voor deze jongelui een mooi podium, want er komen natuurlijk allerlei mensen kijken en misschien dat ze dan ook nog de kans krijgen om elders op te treden, hè? Veel jonge artiesten vinden het heel fijn om hier te spelen op Spoffin. We krijgen zo een stuk of 50 professionals van andere festivals altijd op bezoek uit het buitenland, uit heel Europa. En als die ze dan zien spelen en denken, hé, dat is een mooie voorstelling, willen we ook hebben. Dan gebeurt heel vaak dat ze dan een jaar daarna op allerlei andere festivals ook kunnen spelen. Dus dan gaan ze ook naar het buitenland? Ja. Spoffin is natuurlijk internationaal, zij komen ook uit het buitenland, dus dat is één groot circuit. De gemeente heeft wat bijgedragen, de provincie heeft wat bijgedragen. Nou, lijkt het me dat als je zo'n act klaar bent, dan gaan ze met de pet rond. Want ze moeten natuurlijk ook ervan leven. Ja, het zijn professionele artiesten. Het is gewoon hun inkomen wat ze doen. En een deel van de voorstellingen die zijn geboekt door onze artistiek leider. En die krijgen betaald en een deel komt hier, dan betalen we de reiskosten, de verblijfskosten. We zorgen dat ze mooi kunnen optreden.
En alle artiesten gaan na afloop om een vrijwillige bijdrage vragen. Zoals ik net zei, als je naar het theater gaat, het zijn ook professionele artiesten en daar koop je kaartje voor. En wij zeggen, nou, geef achteraf vrijwillig wat je het waard vond. Ida Spoffen is niet zomaar een festival, hè? Want het is zo veelzijdig, hè? Ja, Spoffin is een internationaal festival voor straat- en locatietheater, buitentheater. Er komen artiesten uit heel Europa, uit zo'n 15 verschillende landen. Dit jaar ook uit Marokko zelfs. Het zijn allemaal professionele artiesten. Het zijn mensen die leven hiervan. Jij wilde nog wat kwijt over die artiest met die, wat zijn het, klepels? Ja. Dat is een bepaalde techniek, hè? Ja. Nou ja, want je ziet er een beetje met die kegels bezig. Maar wat ze net uitlegde, was dat ze is eigenlijk, want ze gebruikt de architectuur van het plein ook, dus de muren. En ze is gewoon de stenen aan het onderzoeken. Want de ene steen, daar zit net wat lucht in. Ja. En als ze daar die kegel tegenaan gooit, dan komt die wat zachter terug. Ja. Maar er zitten ook stenen bij, die zijn keihard. En dan krijgt ze hem veel harder terug. Dus dat moet ze allemaal nu gaan uitvinden. Daar heb je nu de tijd voor. Ja, dat is allemaal aan het uitzoeken wat ze ermee kan met de muren en dat soort dingen. Hey, en deze jonge lui die zijn hier dus een dag of 10, maar die moeten natuurlijk ook ergens overnachten. Ja, dat klopt. We bieden altijd een aantal artiesten een residentie aan, zijn werkperiode. En dan zorgen dat ze oefenruimte hebben bij scholen in de kunst. Daar werken we dan mee samen. En ze overnachten in de expeditie. En dan zijn ze hier om 10 dagen lang aan een voorstelling te werken. Ja, hartstikke leuk. Ja. Jij vindt het ook leuk dit, hè? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Ida, we gaan proosten op een heel mooi Spoffin. Met goede weersomstandigheden, leuke artiesten, veel publiek. En dat ze allemaal maar internationaal mogen doorbreken. Ja, gaat gebeuren. Ja. Okay. Dit was Amersfoort Update met een schitterende act achter mij van artiesten die optreden vanaf volgende week op Spoffin. Ik hoop dat u allemaal komt kijken. Onder andere deze locatie waar deze toppers optreden, moet u echt gezien hebben. Tot volgende week bij Spoffin.